De stichting The Power of Sisterhood zal een tweedaagse vrouwenconferentie houden in de congreszaal. Het doel is volgens voorzitter Nathalie Mossel vrouwen te versterken, zowel in het geestelijke als in het lichamelijke. Volgens haar moet deze conferentie ook ertoe leiden dat vrouwen worden geïnspireerd en gemotiveerd om andere vrouwen te helpen en ze te brengen naar een hogere level van denkwezen. Deze conferentie is uitsluitend voor vrouwen boven de 18 jaar. Mossel benadrukt dat wanneer vrouwen zich bundelen, er magische dingen kunnen gebeuren. Er ontstaat iets waarbij vrouwen samen kunnen werken. En Surinaamse vrouwen moeten leren om het emotionele achteraf te zetten zeg maar aan de zijkant te zeggen en om gewoon samen met elkaar te werken. Omdat als we samenwerken, kunnen we zoveel meer met elkaar bereiken als een groep vrouwen. En de bedoeling is om ze daarin tools te gaan aanreiken en om ze te versterken. En ook een beetje om de bekendheid te geven aan de Power of Sisterhood, dat Dit is een movement waar we zijn begonnen. We willen gewoon dat elke vrouw een deel is van het geheel. Maar ook um, wat we ook doen is dat de iets oudere vrouwen de kans krijgen om hun ervaring te delen met de iets jongere. Omdat dat, als we kijken naar onze samenleving, dat vervaagt gewoon. Dat is ook een van de dingen die we graag willen versterken. En natuurlijk willen we jong ondernemerschap sowieso uh, empoweren. Maar ook mensen die zeggen van ik ben 60 en ik wil... Graag iets ondernemen, ik heb nog de kracht. Wij als vrouwen zeggen: We willen je helpen als je 60 bent en je bent tech, zeg maar, niet ready voor een computer. Er zijn genoeg jonge vrouwen die ready zijn om zo iemand te begeleiden in het traject. Marcel zegt verder dat de stichting ervoor heeft gekozen een buitenlandse motivational speaker te hebben. Die mevrouw zal toevallig in Suriname zijn. En dat was de reden voor mij om haar te vragen de vrouwen toe te spreken, zegt Mossel. De motivational speaker heeft haar namelijk ook geholpen. Het was gewoon een opportunity die daar was. En ik zei: Weet je wat? Aangezien je komt, let's make it a big party of all women, waar we samen kunnen komen en gewoon iets kunnen leren. En natuurlijk, ik sta open voor de Surinaamse vrouw die zegt van, hey, I'm ready om een motivational speaker te zijn, om met jullie in zee te gaan. We zijn op zoek naar Surinamers, want uiteindelijk Surinamers moeten het trekken. Dus dat zij erbij is, is gewoon echt toeval, zal ik zeggen. Maar ja, niet is toeval. Ze is gewoon op de juiste plek, de juiste time. Maar ik ben echt op zoek naar Surinaamse vrouwen. En als je een Surinaamse vrouw bent, meld je aan bij mij wat er gedaan wordt met de vrouwen is eigenlijk we gaan in een traject. Als eerst gewoon natuurlijk sisterhood, de stichting gaan we launchen, maar het belangrijker is ze is een motivational speaker geweest. Ze is ook een auteur van boeken geweest. Ze doet ook een sisterhood type of ongeveer hetzelfde als wat wij doen in Suriname, maar een beetje anders in Canada. En uh, met de vrouwen gaan we dus ook een beetje in een workshop setting verder gaan. We gaan een beetje kijken naar wie ben ik? Waar ben ik nu? Hoe kom ik aan naar waar ik eigenlijk zou moeten zijn? En uh, wat zijn de barrières? Wat zijn mijn sabotages? Wat zijn de dingen waarmee ik nog bezig ben? En we gaan behoorlijk dieper. Dus het is niet een, uh, hoe zal ik zeggen, een training dat je elke dag krijgt. Het is iets waarbij je echt leert om te reflecteren naar jezelf. En we gaan een beetje tools aan je aanreiken van hey, hoe kan je die scan in je lichaam, in jezelf, in je ogen, hoe kan je het probleem vinden? Nathalie Mossel, zij is voorzitter van de stichting The Power of Sisterhood. We spraken haar naar aanleiding van de vrouwenconferentie. die op zondag 10 en maandag 11 juni wordt gehouden in de congreshaal.